We hebben vandaag een bezoek gebracht aan de kerncentrale van Doel met onze gespecialiseerde parlementsleden en onze medewerkers, omdat de federale regering tot op heden van plan is in 2025 de nucleaire capaciteit volledig te sluiten. Nu moet u weten dat tot heden de helft van onze elektriciteit uit die kerncentrales komt en dat dus binnen 5 jaar de helft van de elektriciteit weg zou zijn. Ja, dat is geen goed idee. We kunnen nog veel langer door met de recentste centrales en een deel van de nucleaire capaciteit behouden in functie van de bevoorradingszekerheid en in functie ook van de prijs die de consument moet betalen. Want je zal begrijpen dat als al die capaciteit moet vervangen worden door gascentrales die miljarden subsidies nodig hebben, dat dat onvermijdelijk een gevolg zal hebben voor de factuur voor de mensen die fel zal stijgen. Maar nog meer dan dat, ook voor het klimaat zal dat zeer negatieve gevolgen hebben. Kernenergie heeft bepaalde nadelen. Maar het grootste voordeel is natuurlijk dat het klimaatneutraal is. Die gascentrales zijn dat helemaal niet. Die zullen miljoenen tonnen CO2 extra in de atmosfeer spuiten. Dus voor ons als N-VA is dat eigenlijk onbegrijpelijk. Wij willen in functie van de duurzaamheid, in functie van de bevoorradingszekerheid en in functie van de prijs die de mensen betalen, doel 4 en Tihange 3, dus 2000 megawatt aan vermogen in onze kerncentrales, absoluut open houden na 2025. En we denken dat deze beslissing dringend moet worden genomen.